In deze video lees ik een artikel uit United News van 9 november 2024 voor, getiteld Santokki voor het karretje gespannen in zaken invulling ministerpost BZA. Het artikel gaat over de machtsstrijd rondom de invulling van de positie van minister van Binnenlandse Zaken, BZA, in Suriname. President John Santokki staat op het punt een besluit te nemen over de voorgedragen kandidaten van de Partij Alluur, PL, maar stuit op bezwaren van de ABOP. ABOP-leider Ronnie Brunswijk herinnert de president eraan dat de afspraken bepalen dat deze positie naar de ABOP moet gaan. De vraag is of Santokki zich aan deze afspraak zal houden of dat de PL alsnog invloed weet te behouden op deze strategische functie. Bekijk de video en laat je mening achter in de reactie. De kop van het stuk luidt, Santokki voor het karretje gespannen in zaken invulling ministerpost BZA. President John Santokki kan elk moment een besluit nemen over de kandidaten die door de PL zijn voorgedragen voor de post van minister van Binnenlandse Zaken, BZA. Bij zijn besluit zal hij ook rekening houden met de brief van de ABOP, waarin de partij hem herinnert aan de afspraken over de invulling van de ministerspost. Volgens de afspraak zou niet de PL nu het ambt moeten invullen, maar de ABOP. ABOP-leider Ronnie Brunswijk verwacht dat de president zich aan de gemaakte afspraken zal houden. Oorspronkelijk was het niet de bedoeling dat Bronto Somohadio de functie van minister van BZA zou vervullen. Tijdens de coalitievorming na de verkiezingen van 2020 was namelijk afgesproken dat Paul Somohadio, voorzitter van de PL, het ministerschap bij BZA 1 jaar zou bekleden, waarna de positie naar de ABOP zou gaan. Dit onthulde vicepresident en ABOP-voorzitter Brunswijk gisteren tegenover journalisten. Nu Bronto Somohadio is afgetreden als minister van BZA, wordt de oorspronkelijke afspraak hersteld. De ministerspost bij BZA gaat naar de ABOP. Volgens informatie die Times of Suriname ontving, zal de ABOP de kandidaat voordragen, hoewel de persoon niet per se lid van de partij hoeft te zijn. Voor Brunswijk is het van belang dat de kandidaat voldoende ervaring heeft met het lopend verkiezingsproces. De PL heeft 28 namen naar de coalitietop gestuurd als kandidaten voor de BZA-ministerspost, wat wordt gezien als een laatste poging om invloed te behouden op deze strategische positie. Zelfs als een PL-kandidaat zou worden gekozen, moet de voordracht volgens Brunswijk via de ABOP verlopen. Uit PL-kringen wordt echter vernomen dat de partij dreigt uit de regering te stappen als er geen kandidaat uit hun voorgedragen lijst van 28 wordt gekozen. Er is sprake van machtsstrijd tussen de ABOP en de PL om de invulling van de post en Santokki en zijn VHP zijn daarbij voor het karretje gespannen. Uw mening over dit stuk kunt u onderaan de video plaatsen conform de richtlijnen.